Nee, dat is niet leuk. Dus, en het hoeft gewoon niet. Hè. Er zijn voldoende oplossingen. Alleen ja, er zijn er toch mensen die er niet in met willen gaan. Om tot een oplossing te komen. Solar wil volgens Hermans graag meedenken. Maar die besluitvorming ligt niet bij de organisatie, maar bij de gemeente en de politie. Tot ergernis van de boer willen die niet meedenken over de N280. De echte oplossing ligt hier neven. Ja, dan mogen ze natuurlijk met een tractor niet komen. Nee, en de politie wil daar ook geen water bieden? Nee, absoluut niet. Dus gewoon bekeuren. Maar ik heb liever een bekeuring van 110 euro dan dat ik immers hier onder de tractor op zit. Ja. Hoewel Solar maar 4 dagen duurt, duurt de overlast voor Hermans veel langer. Ja, het lossen van vrachtwagens, het laaien van vrachtwagens. De weg is gewoon 2 weken moeilijk bereikbaar. Maar niet zo extreem als dit, moet ik zeggen. Dit is gewoon eigenlijk bizar.